Het directoraat cultuur heeft grote plannen voor 2024, vertelt directeur Roseline Daan in een gesprek met de redactie. Volgens Daan is de organisatie bezig alle voorbereidingen te treffen om het Paramaribo Urban Rehabilitation Project fase 2 op te starten in 2024. De onderhandelingen, de financieringsonderhandelingen, daar hebben we pas nog een vergadering over gehad met de IDB. Dus de focus is erop gelegd om in elk geval alle documenten ready te hebben voor 2024. De ICOMOS delegatie die komt er nog, die zal er zijn in de periode 11 januari tot en met 16 januari. En dan zullen de gesprekken op hoger niveau, wanneer ik zeg hoger niveau, gevoerd worden met de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de minister van OW, Openbare Werken. Voor het eind van dit jaar komen er geen grote activiteiten vanwege de economische crisis. De directeur deelde ook informatie over de activiteiten van het afgelopen jaar. Het directoraat cultuur met vallen en opstaan. Lichtelijk tevreden. Bij lange na niet tevreden vanwege het feit dat we het hele pakket aan activiteiten niet hebben kunnen uitvoeren zoals we dat hadden gewild. Maar natuurlijk begrijpen we ook de economische omstandigheden. We hopen het volgend jaar meer te kunnen doen. Daan stelt dat er wordt gemikt op het meer kunnen doen, omdat de kunstsector meer gefaciliteerd moet worden.